In zijn pretpark in Lichtaart viert Bobby aan Schoepen zijn 80ste verjaardag. Higemover pakt de resultaten van een milieu-enquête in een quiz. Bornum krijgt de primeur. En de eindronde in tweede klasse begint voor Geel met een verplaatsing naar Waasland. In Lichtaart wordt vandaag een bijzondere verjaardag gevierd. Bobbiaan Schoepen, de stichter van het pretpark Bobbiaanland en ooit een internationaal gevierd zanger, wordt 80 jaar. Schoepen woont nog altijd in het pretpark, waar hij ook zijn verjaardag vierde, samen met zijn vrouw en zijn 5 kinderen. Zoals op vrijwel elke zonnige dag maakt de jarige Bobbiaan vandaag een ommetje door Bobbiaanland. Het pretpark is nu wel verkocht, maar zit toch nog altijd in het hart van Schoepen. De 80-jarige kan terugblikken op een gevuld leven als artiest en zakenman. Oh, ik ben meest trots eigenlijk op mijn vrouw eigenlijk. En de kinderen. Van één ding ben ik fier dat er. Ik heb 5 kinderen, dat er niemand rookt en niemand drinkt. En allemaal sportmannen zijn, want je zult er maar 1 tussen hebben. Die dan verkeerd zit, dan is ook alles naar de haaien. Hè? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hoera! De verjaardag wordt gevierd in familiekring. En 80 is voor een Schoepen geen eindpunt. Er is nog een optreden gepland op 11 juni in Antwerpen en er zijn nog plannen. Doet de rest nadien, hè, dat ze kunnen. Er zijn een paar optredens voorzien, onder voorbehoud dan wel natuurlijk. We hebben een tribuut voorzien voor mijn vader dit najaar en dat zal doorgaan in de Ancienne Belgique. En daar zal het sterkste, het meest eigenzinnige repertorium van mijn vader worden gebracht door verschillende artiesten uit het alternatieve sfeertje. Mensen zoals Daan, die hebben daar al voor toegezegd. Vroeger heb ik geweten dat ik een slechte dag had. Dat het eerst slecht ging van 's morgens. En ik kwam op dat podium en dat ging fantastisch. Dan heb ik geweten dat ik heel goed was en goed gezind was. En ik kom op dat podium, het was juist noppes, niks. Je moet niet altijd goed gezind zijn om de komiek uit te hangen op dat podium. Hè. Zeker niet. En hoe zal het in juli lopen, denkt u, met het optreden? Ik hoop dat ik slecht gezind ben. Dan zal dat goed gaan. Hè. En dan nu het cadeau voor onze pa, een abonnement voor Bobbiaanland. In het pretpark is vandaag gewoon een dag als een ander. Het goede weer trekt op deze Pinkstermaandag heel wat bezoekers. En, zo blijkt, die zijn de jodelende fluiter nog niet vergeten. Dat was een zanger vroeger, heb ik gehoord. En een entertainer. En een cowboy, blijkbaar. Ik zie hem nog wel voor mij. Ik denk dat hij altijd een grote witte hoed op had of zoiets. Maar zijn liedjes, nee, dat zegt mij niet zo direct iets. Jongens. Wacht, hè. Ja, dat komt in één keer en dan kan ik er niet op antwoorden. Ja, met duiven, hè. Met duiven en dan, ja, wat was nog allemaal? Ik zie zo gerne met duiven, god. Maar dan weet ik het al ermee. Daar te zijn is mijn grootst genot. En dan weet ik het ermee. Zie ik de lichtjes van de schelden, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. En dan weet ik het. Zeg, wat zou u de jarige nog willen wensen? Nog heel wat jaren. En nog heel wat gezonde jaren. Dus, en ik hoop dat hem nog eigenlijk heel wat liedjes maakt, ja. Voor onze oude dag misschien nog. Zoon Tom Schoepen is ook bezig een huldeboek samen te stellen. Wie nog leuke anekdotes of beeldmateriaal heeft over Bobbiaan, kan die kwijt via www.bobbiaan.be. Eerst nog eens de blikvangers. Bobbiaan wordt 80, IGMO pakt uit met een milieuquiz. En in de eindronde in tweede klasse begint Geel met een verplaatsing naar Waasland. Heel graag, tot zo.